Het is vandaag 156 jaar geleden dat het boek van Max Havelaar van Multatuli uitgekomen is. En ter ere daarvan hebben wij de schrijver Multatuli zelf uit zijn graf gehaald. En praten over de intentie van zijn boek en wat ervan terecht gekomen is. Om hem te introduceren hebben we een kort film uit het archief het voorschijn gehaald. Dit is De Wereld Draait Door. Multatuli, ofwel Eduard Douwsdekker, mocht voor het eerst het levenslicht aanschouwen op den 2 maart 1820 te Amsterdam. Hij is een hooggewaardeerde, evenals hooggevaloriseerde auteur de roman Max Havelaar op de koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij. Multatuli verkreeg in 1838 een aanstelling als ambtenaar en magistraat in Nederlands-Indië, alwaar de beste man ondervond hoe de inheemsen worden geëxploiteerd en mishandeld door de Nederlandse kolonialen. In gevolge ontevreden met deze wantoestanden schreef hij uit protest de roman Max Havelaar. Dit 400 pagina's tellende boekwerk is vervaardigd in louter één maand en wordt niet alleen beschouwd als een waar meesterwerk op zich, maar ook als een mijlpaal van de Nederlandse literatuur. Nou, goedenavond meneer Dekker, fijn dat u er bent. Zegt u gaarne Eduard, meneer. Eduard is het. Aan mijn rechterhand zit ex-Jacques als Erik Dijkstra. En ook aanwezig is Dientje Egberts, de vrouw van Douwe Egberts. Een van de belangrijkste koffiehandelaren ter wereld. Helaas was meneer Egberts druk vandaag. Meneer en mevrouw, goedenavond. We beginnen met u, Eduard. Kunt u wat vertellen over uw eigen ervaringen in Indië? De stand van zaken in Indië was werkelijk barbaars. De inheemsen werden uitgebuit en verhongerd. Alles werd hen ontdaan. Niemendal werd er tegen deze misdrijven verwezenlijkt. Er waren volstrekt geen intenties om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Indien de bevolking kritiek had, exclameerden de staatshoofden simpelweg: de hand die arbeidt, vraagt geen aalmoes. En moesten deze verbitterd den arbeid voortzetten. Meneer Dekker, u heeft zelf ook geprobeerd om wat te veranderen aan de situatie, maar u hebt heel veel obstakels ondervonden. Kunt u daar iets meer over vertellen? Jazeker. Ik heb ondervonden dat klokkenluiders sterk werden vermeden. Ik heb driewerf getracht de kwesties aan te kaarten bij de gezagdragers, maar nimmer is aan mij gehoor gegeven. Ofschoon ik er zeker van ben dat zij zelf heus wel bespeurden waar zij mee geoccupeerd waren. De schoften. Ik weigerde langere tijd onder het juk van deze immorele besteringen te arbeiden en ben daarom wedergekeerd naar Europa. Mevrouw Egberts, zou u een verklaring kunnen geven waarom er zo werd gereageerd op Eduard? Koffie was zeer belangrijk natuurlijk. Er werd alles aan gedaan om de productie van koffie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Iemand zoals meneer Dekker hier kon daar niet gebruikt bij worden. Maar heeft u er dan nooit bij stilgestaan dat de mensen uit Indonesië leden onder de maatregelen die de koffiehandelaren namen? Hun levens waren toch zeker ook iets waard? We hebben altijd geprobeerd om de leefomstandigheden van de mensen in Indië zo prettig mogelijk te maken. Maar als zij niet aan hun verplichtingen voldoen, waarom zouden wij dat wel doen dan? Wellicht omdat elke mens bepaalde en voorbestemde rechten heeft die immer gerespecteerd dienen te worden. Weet u wel dat uw legio mensenrechten heeft geschonden en beschimd, die nimmer geschonden of beschimd hadden mogen worden? Bent u zich daarvan bezonnen? Ik heb menig boer aanschouwd van wie alles afhandig was gemaakt. Gade meegenomen, duiten ingenomen, driewerf zijn buffel afgenomen. De tranen stonden den knaap in de ogen. Ik denk dat dat misschien een tikkeltje korter de bocht is, meneer. Onze concurrenten doen precies hetzelfde en wij moeten wel meegaan om ons hoofd boven water te houden. U zegt dus dat koffie te duur wordt als u eerlijk met de boeren handelt en hen met respect behandelt? Wat ik zeg, als onze koffie duurder wordt, zullen onze klanten opteren voor een ander merk. Maar wat nou als u voor die hoogprijs iets teruggeeft? Als mensen weten dat ze koffie kopen waar de boeren in Indië goed van kunnen leven, zou dat de hoogprijs kunnen rechtvaardigen? Een win-win situatie dus? Juist, ik denk dat de mensen graag verantwoorde koffie zullen kopen. En we plaatsen een merkteken op de koffie. Het Max Havelaar keurmerk. Hoe klinkt dat? Dat gelijkt mij een uiterst positieve ontwikkeling. De Indiërs zullen zeer ver genoeg zijn met het keurmerk. En dan heeft Douwe Egberts de primeur. Ik denk dat we daarmee een hoop publiciteit krijgen. Ik zal het meteen doorgeven aan mijn man zodra ik hem weer zie. Want ik denk dat we daar een goede handel mee krijgen. Goed, dat was het dan voor vandaag. Ik dank u allen, Multatuli, Dientje Egberts en Erik Dijkstra voor dit interessante gesprek vandaag. Maar voordat we afsluiten gaan we naar huisdichter Nico Dijkshoorn. Daar zit hij dan. Met zijn boek Max Havelaar schreef hij er een die nooit meer vergeten zal worden. Een maand lang zat hij te pennen op zijn zolderkamertje in Brussel in de hoop om zoveel mogelijk te worden gelezen.
Hij heeft zeker vroeger nooit genoeg aandacht gekregen van zijn moedertje, dus zoekt hij nou het grote publiek op door ze te misleiden met de ondertitel. Maar nou is hij getuige van een wel heel bijzonder moment. De grootste koffieveiler van Nederland, Douwe Egberts, gaat maatschappelijk verantwoorde koffie verkopen om de mishandeling in Indië te stoppen. Hulde voor Beidon. Dankjewel Nico. Morgen zijn we er weer en dan praten we over Tame Elizabeth Pickwick en de muziek van Teaspoon en een nieuwe single Sex on the Beach. Tot dan! De een neemt een kijkje, de ander een koekje, nummer 3 neemt liever een kiekje. Maar thuis, uitrustend bij de koffie, zijn ze het allemaal roerend met elkaar eens. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. Het gaat totaal niet over het boek eigenlijk. Wat heb ik over het boek gezegd? Helemaal niks, echt geen zak. Hij is gewoon aan het klagen over die... Die daar. Ja. Mensenrechten. Koop mijn boek. Gaan we doen. 15,95 op Amazon. Amazon.de. Amazon.de gaan we doen.